Met veel publiciteit is Les Misérables in Carré Amsterdam in première gegaan. Vandaag start de tour. Te beginnen in Rotterdam. Paar. Ik ga er bijna wat van denken, mensen. Maar ja, jullie trouwen keurig op het eind. Dus toch? We doen het heel netjes. Ja. Begint het al te vervelen, Sam? Helemaal niet, nee. Ik zei net ook al, het voelt eigenlijk alsof we nog maar net begonnen zijn. Ja. Dus nee, het is iedere dag nog echt een feest. We hebben gisteren lekker al gespeeld en het publiek is al onwijs enthousiast. En we hebben zeg maar vorige week hebben we nog in Carré hebben gestaan en het smaakt al wel meer om verder te toeren door het hele land. Een nieuw theater is ook een nieuwe prikkel natuurlijk en het is eigenlijk weer heel anders, een hele andere soort zaal, maar het wordt net zo goed ontvangen, dus dat is natuurlijk ook heel fijn. Hoe is het je bevallen? Al die ovaties aan het eind van Mijn Droom. Al die ovaties? Nou, ik heb er 4 meegemaakt, het houdt gewoon niet op, hè? Ik zit daar zo in mijn bubbel dat ik eigenlijk dat helemaal niet doorheb. Je merkt dat niet? Nee, ik hoor wel vaak van collega's. Ze waren heel enthousiast, maar ik zit zo in een soort van eilandje. Mm-hmm. Maar dat jij zegt dat ovaties zijn, daar ben ik heel blij mee. Wat vinden mensen van jullie? Houden jullie dat bij? Nou ja, ik heb natuurlijk wel de recensies gelezen. Ja? En die waren over het algemeen echt heel goed. Wat heel fijn is. En ja, op de socials krijg ik natuurlijk vooral lieve berichtjes als mensen het mooi vonden. Ja. Dus ja. Het is echt hartverwarmend. Ja. Het is echt heel, heel lief. Een gemene... Ik heb hem nog niet gespot, maar hij zal er ongetwijfeld ergens zijn. Maar misschien ik heb hem... zeggen mensen dat dan gewoon niet tegen ons. Dat kan ook. Je moet wel eens commentaren op mijn filmpjes zien. Dat is niet mis soms. Oh ja, is dat zo? Nou, ik zal eens even bespeuren. Maar het is leuker om naar de leuke comments te kijken dan naar de niet leuke comments te kijken. Ik zal je even onthullen, Michael. Vanochtend hadden wij van Musical World even een discussie op WhatsApp. Oh. Maar ik ben niet de enige die een fan is van Michael. Oh, kijk zo. Nou, dat is een heel mooi, mooi compliment. Janne Kompa, zag jou naam voor het eerst staan in deze castlijst. Is dit jouw debuut? Ja, dit is het eerste wat ik mag doen na school. Ja. Is dat niet een beetje gevaarlijk? Meteen al zo'n legendarisch stuk. Moet jij niet in 100% Coco staan? Het lijkt me ook fantastisch. Ja, absoluut. Maar het is absoluut heel waardevol dat ik hier al in mag beginnen. Ja. En wat er hierna komt, ga ik alleen nog ook van genieten. Ja. Dus, maar nooit een moment. Okay. Maar nooit een moment gehad van ik ben hier te groen voor? Nou, misschien. Maar ook daarin kun je leren. En misschien juist in zo'n grote groep met zoveel ervaren mensen kun je alleen maar je optrekken aan die mensen. Ook aan Pepijn hier, deze meneer naast. Absoluut, ook. Ja, absoluut. Ik raak gefascineerd altijd van jouw dijen aan het eind van de show. Van mijn dijen? Ja. Waaraan ligt het dat jij daar gefascineerd door raakt? Ik heb nog nooit zulke zadeltassen gezien. Dankjewel. Wat is de motivatie erachter? Want ik heb in vorige jaargangen nooit zulke dijen gezien aan Thénardier. Dat is me goed ook, denk ik. Dat is een nieuw idee geweest van een nieuwe casting designer. Die wilde het iets minder in de stijl van een barok wilde die het hebben. En die wilde het veel meer in de stijl van als een dandy wilde die hebben. Dat het even iets meer zou opvallen. Dat er iets meer vellende kleuren zou zijn. En net gewoon even een ander kijk op. Ja, het werkt dus. Ik wist niet wat ik zag in Almere. Als jij gefascineerd bent, dan is het, dan werkt het wel. Sam, het gebeurt wel eens dat Michael een avond met een ander trouwt dan jij. Dat klopt. Zit jij te grommen thuis dan op zo'n avond? Jij doelt denk ik op dat ik er 3 dagen niet ben geweest. Terwijl had ik een ontzettende keelontsteking. Nee. Dus ik zat zeker niet te grommen thuis. Gelukkig niet. Nee, ik was blij dat Pamela het kon overnemen. Reutelen. Ja. Nou, ik was blij dat ze het zo snel kon overnemen. En dat ik lekker even in mijn bed kon blijven. Ja. En daarna weer goed kon beginnen. Ja. Dan dat je half ziek iemand op het toneel hebt staan. Ik denk dat niemand... Ik ben blij dat je weer terug bent. Ik ook. Indrukwekkend natuurlijk. Ook de barricade scène. Ik kijk gefascineerd hoe jullie allemaal stuk voor stuk sterven. Hebben jullie
is daar een sterfchoreografie geweest voor? Nou, voor mijne wel. Omdat ik val echt van de barricade naar beneden op een mat. En dat is toch 4 meter hoog. Dus daar hebben we wel even op geoefend op hoe je goed moet vallen en hoe je goed moet draaien. Eigenlijk om gewoon goed terecht te komen. En dat elke keer heel goed getimed een spotje op elke stervende gericht. Ja, dat is de nieuwe versie. Ja, dat klopt. Dat hebben we wel gerepeteerd natuurlijk. Maar iedereen heeft daar wel zijn eigen ding eigenlijk van kunnen maken. Pepijn, ik heb genoten de eerste keer dat ik jou als klaksoe zag. Geweldig. Wat me opviel, ik ken al die vorige jaargangen in Nederland al een beetje. Je geeft hem een wat sierlijke motoriek. Heb ik dat goed gezien? Ja, dat heb je wel goed gezien. Ik ben heel erg aan het zoeken naar het fysiek van zo'n rol. Het is een rol met weinig tekst, dus ik probeer het in het spel in andere vormen duidelijk te maken wat voor persoon het is. Het is een heel naar persoon. En daar hoort eigenlijk juist dat sierlijke voor mij bij. Als in tegenhanger van het hele slechte, juist het sierlijke probeer ik te doen. Ja. Ja, precies. Want de vorige keer dat we elkaar spraken, zei je nog van in het boek, als je het boek leest, is klaksoe iemand die je niet eens echt ziet, altijd in het duister gehuld is. Klopt. Maar jij maakt hem opvallend met je gebaren en je tred. Ja, we staan. Heb je niet de regels overtreden? Nee, we zijn heel erg vrij om ons eigen personage te zoeken. Ja, absoluut. We hoeven ook ons niet vast te houden aan het boek. Het boek is echt wel een inspiratie. En er zitten wel momenten in dat ik ook me verstop in de voorstelling. Het zijn kleine details, maar dat is er wel. Iemand die in en uit een hol of een steegje kruipt om je bij de keel te grijpen eigenlijk. Beginnen mensen je te herkennen al? Ik heb wel een hele goede blonde pruik op. Dus dat maakt het denk ik... Dat heb ik niet meegemaakt. Ja, hij is blond nu. Dus blond. Wat is daar de gedachte achter? Ja. In het boek is hij eigenlijk blond. We hebben heel veel gezocht eigenlijk tijdens de repetitieperiode. Ik heb denk ik wel elke kleur gehad. En Cameron McIntosh wilde toch graag dat het blond werd. Ja? Dus uiteindelijk een dag voor de première zijn we toch weer teruggeswitcht naar blond. Verder, ja, dat is het nadeel dat ik jullie bijna allemaal ken, behalve Janne dan. Jullie spelen ook andere rollen. Ja. In mijn naïviteit, toen ik Les Misérables voor het eerst zag, dacht ik dat voor elk karakter een andere speler bezig was. Maar ik zie Pepijn gewoon door de hele... Ja. Dat wil ik even weten. Ja, dat geldt ook voor jou? Ja, absoluut. Precies. Ja, alle verschillende dingen. Hoe is dat? Is dat vastgelegd in een boek of zo? Je track heet dat dan? Dat heet je track. Bij deze voorstelling is het enigszins overgenomen uit de West End versie en de Tour versie. Ja. Dus welke poppetje op welke plek staat. Ja. Maar er wordt wel echt naar de persoon gekeken. Dus wat is je stem en wat is jouw karakter? Dit is ook de enige voorstelling die ik ken waar je voor feature ensemble, dus bijvoorbeeld de Bisschop of de Bamatabois, dat je daar ook nog speciaal om die te mogen doen. Dat doet niet zomaar Swings, dus dat doen dan bijvoorbeeld ik nu als cover, omdat ze heel erg kijken naar type. Dus welk type past op welke plek. Dus het is niet zomaar overgenomen vanuit andere versies, maar er wordt natuurlijk wel een basis gelegd, ja. Ja, dat geldt dan ook voor jou, denk ik, Jan. Ja, klopt. Maar ja. Hebben jullie elk dan één track? Of ik kan me voorstellen dat Swings verschillende tracks hebben. Ja, er zijn 8 vrouwentracks in principe. Oh. Veel van ons hebben nog een cover erbij ook, inderdaad. Zoals de Bisschop inderdaad, of meer als Cosette of Eponine, dat soort rollen. En op een prikbord staat dan, Janne gaat 23 maart track zoveel spelen. Hoe moet dat? We hebben 1 vaste track, dat klopt. Die spelen wij in principe iedere avond. Ja. En mocht er dan iemand van de eerste van de rollen uitvallen, schuiven wij door en dan komen er swings op onze plek in principe. Ja. Oké. Okay. Dus het is een soort doorschuifsysteem. En dan komt de swing op jouw plek. Ja, precies. Maar hoe weten ze nou wat ze moeten doen? Gebeurt er wel eens dat iemand een fout maakt en dat we ineens per ongeluk 2/3 bomen van rechts hebben? Dat gebeurt. Ook in deze voorstelling. Ook in deze voorstelling. Nou, dat gaat dan eerder om spacing. Ik denk dat je als... Dus we hebben fantastische swings die echt in een korte tijd echt heel goed werk hebben gedaan. En ze zijn om er een paar te noemen. Daan van Dalen, Ronald Joritsma. Kim Rijzenvoort. Ja, zeker. Sophie is hartstikke goed. Sophie Heus. Dus zij zijn echt heel goed al getraind in wie op welke plek staat. Wie welk solozingetje zingt. Ja, dat is heel goed. En natuurlijk...
gebeurt het wel eens dat een swing per ongeluk op een plek van iemand anders staat. Ja. En dan sta je inderdaad naast elkaar. En dat je denkt, maar dan help je elkaar. Oké, okay, nou ja, prima. Ja. Dezelfde kleren. Ja. Iedereen heeft inderdaad zijn barricade-outfit. Ja. En dat soort dingen inderdaad wel, ja. Michael, leuk je weer te zien. Insgelijks. En we dragen je op handen, hè? Nou, dat is lief. Zelfs zonder bakkenbaard. Zelfs zonder. Oh. Het kan nog zonder. Daar hebben we ze weer.